Wacht niet op Mark Rutte. Dat is mijn mededeling. En een aantal mensen hebben dat ook eigenlijk al gedaan. Ja, want toen die scholen niet dichtgingen, toen zeiden er een aantal scholen van ja, hey, luister eens even goed. Je kan wel kletsen wat je wil, maar wij gaan gewoon dicht. Kijk, die hebben niet gewacht op de mededeling van Rutte, de scholen gaan dicht. Nee, eigen initiatief, zo, ja. En nu ook. Nu zijn er winkeliers in Dordrecht. En die zeggen, ja, maar wij gaan niet wachten totdat Rutte gaat zeggen, de winkels moeten dicht. Nee, die gaan uit zichzelf al dicht. En dat is het. Wacht niet op Mark Rutte. Nee, want hij heeft nu niet afgekondigd dat iedereen thuis moet blijven. Ja, dat heeft hij opengelaten. Want Mark Rutte die zegt nu van ja, we hoeven niet allemaal thuis te blijven. Want het is belangrijker dat er een groot deel van Nederland toch een beetje het virus krijgt. Want dan kunnen we een groepsimmuniteit opbouwen. En dan vormen we een muur voor de zwakkeren in de samenleving. Dat zegt Mark. Ja, maar nou is er toevallig een professor in Milaan. Ja, en die zegt heel iets anders. Zijn naam is Roberto Burioni. En hij zegt, er is geen enkele wetenschappelijke basis om te spreken van een groepsimmuniteit. Dat zegt hij, onze man in Milaan. Ja, hij zegt, de Nederlandse regering neemt een groot risico. Dat is wat die man zegt. We weten namelijk nog helemaal niet of er wel immuniteit voor dit virus kan ontstaan. Hallo? Ja. En daarbij is er nog helemaal geen vaccin. Hé, dat zegt de man in Milaan. Dus wat is er nou gebeurd? Rutte had gesproken, de scholen gaan dicht, de cafés en de restaurants gaan dicht. En de volgende dag ging iedereen de straat op. Iedereen in Nederland ging allemaal door elkaar. Wat heeft het dan voor zin om al die dingen te sluiten? Wat heeft het dan voor zin om die hele boel en sportscholen en alles dicht te gooien als we toch allemaal bij elkaar gaan hokken? Wat is dat nou voor flauwekul? Ik bedoel, dan loop je toch veel meer kans om dat virus op te lopen of schuine streep om door te geven. Dus doe dat soort dingen dan niet. Blijf nou gewoon thuis. Zoals in landen als Italië, in Frankrijk, in Spanje, zijn die landen nou allemaal knettergek? Nee, natuurlijk niet. Die hebben ook enorme experts op dit gebied. En die zeggen van, blijf thuis. Dus Nederland, die doet daar nog even niet aan mee. Maar doe dat nou, jongens. Neem dat nou van mij aan. Wacht niet op Mark Rutte tot hij eindelijk gaat zeggen, jongens, blijf thuis. Ja, tuurlijk is het geen lolletje om thuis te blijven. Maar doe dat nu alvast. Wacht niet op hem. Wees verstandig. Ga niet te veel de deur uit. Alleen het hoogst noodzakelijke. Blijf binnen. Zo min mogelijk contact met andere mensen. Daar gaat het om. Onderschat dit virus nou niet. Doe dat niet. Nee. En nogmaals. Wacht niet op Mark Rutte.